Patrick, waar zit je allemaal aan te denken, joh? Waar zit ik allemaal aan te denken? Nou, ik was heel erg bezig met dat verhaal over afgescheidenheid. En voor mij is het, ik begrijp het allemaal en ik had vannacht zo'n moment van diepe nervositeit in mijzelf. Ga ik een beetje inzoomen, uitzoomen. Nou, het verlicht iets, maar het gaat niet weg. En ergens geloof ik dat het bij mij, het is een soort angst om, als je dus echt gaat leven wat je zegt, ja, dan stel ik niks voor. Ik, ego-structuur zeg maar, is niks. Het is een concept, een idee, en dat kan ik allemaal wel begrijpen, maar het echte leven, ja, is het een enorme, nou, nu voel ik hem ook weer, is het een enorme angst. Ja, yes, yes. Niet mooi hebben. Ja. Die angst is de poort naar vrijheid. Daar moet je doorheen. Als je vrij wilt zijn, dat is niet natuurlijk. Nee. Ja, dus ik weet niet zo goed hoe. Ik kom meer in een soort. Dan kom ik weer bij inzichtjes en dan ga ik weer keurig in mijn schriftje inzichtjes doen. En dan, ja. Nee, maar kijk, nou ben je op een veel fundamentele level. Hoe, dat begint er mee met wat je net deed: het erkennen. Daar begint alles mee. Erkennen dat I'm scared shitless. Shitless, basically. Oké. Okay. Gedenk heb ik geen zak aan, want angst is een gevoel. Het is een emotie. Dus ik kan erover vinden en van denken en wat ik wil, maar het heeft me te pakken. Oké. Ik weet nou dat je dat bent. Ik geef toe dat dat een grote kracht is in mijn bestaan. En dan ga ik leren contact mee te maken. Ik ga er contact mee maken, ik ga het ontmoeten. Ik ga niet proberen het weg te krijgen. Ik ga er een relatie mee aan, zou ik bijna zeggen. En als ik jou wil leren kennen, dan moet ik niet proberen jou binnen 3 seconden buiten te krijgen. Want dan kan ik je niet zien, dan kan ik je niet verstaan, dan kan ik je niet voelen, dan kan ik je niet horen. En dat geldt voor al het interne zelfonderzoek. Als wij er van af willen, willen we er binnen 3 seconden dat het weg is. Dan ontdek je nooit wat. Want je bent hardvochtig en negatief. Het moet weg. Dan is er geen ontmoeting. En waar ik achter moet komen, als het ware, is wat deze angst nodig heeft om zich te bevrijden. Niet wat ik wil, maar wat die angst nodig heeft. Het is iets totaal anders dan wat we normaal doen. Want mijn uitgangspunt is bij iedere emotie, maar het gaat nu over angst en die is naar mijn oordeel het meest fundamenteel. Waarom komt dat steeds op? Want het is niet van gisteren. Het komt de hele tijd op omdat het naar bevrijding zoekt. Energy wants to move, not to be contained. Waarom komt het op? Wij zeggen dat het nee. Oh, dan gaan we iets anders doen. Even mediteren. Oh, het gaat wel weer. Oh, daar komt hij weer. Oh, YouTube. Satsang. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Even noteren. Goh, dat was weer goed, zeg. Wasting opportunity. Angst, fantastisch. Hij is er, ik heb het bekend. En nou moet ik er iets mee. Ik moet er naartoe, kijken hoe dichtbij ik kan komen. Er omheen lopen, eronder voelen, erachter voelen, erin kijken, dan naar luisteren. Vragen van mijn part, wat wil je? Teach me. It's your guru. That's it. Het is wat iedereen vermijdt de hele tijd. En waarom we allemaal op zoek zijn naar een quick fix en waarom er zoveel non-dualistjes zijn tegenwoordig, dat ze allemaal denken dat ze er wel omheen kunnen. No way. En daarom zijn er ook een hoop van die non-dualistjes die van alles roepen. En als je goed kijkt en een beetje sensitief bent, dan zie je dat ze uit hun nek lullen. They never face their fear.
Maar ze babbelen wel lekker. Wordt zo niet. It's a dirty job, but someone's gotta do it. Is het de volgende? Ik ja. Ja. Yeah. Yeah. Good. It hurts. Yeah, of course, it should. If it didn't, you would be an idiot. Ik heb een boekje open en ik heb maar één column gelezen, maar die zocht ik ook op vanuit de inhoudsopgave naar de adviseer van ga lopen, ga wandelen, ga fietsen. Ja, kom in beweging, omdat je überhaupt je lichaam weer stromen krijgt. Dat is zo voor mij van toepassing. Ja. Ik weet van mezelf in ieder geval dat in periode dat er echt veel zelfonderzoek bezig was. Dat was inderdaad lopen en door het bos en nog een keer en constant kijkend, voelend, luisterend, proevend. Af en toe iets opschrijven, dan weer gaan zitten en kijken en dingen doen en dan weer bewegen. Weet je wel, heel vaak als wij maar gaan zitten en dan wordt het gewoon gaan zitten, piekeren. Alles gaat vastzitten, weet je wel, dan gebeurt er sowieso niks. Ja, maar ik ben dus helemaal een doener en in een doener kan je ook je doel voorbij. Uiteraard, maar dat voel je zelf dan wel. En je weet ook... He, ook daar is die oplettendheid of zo, of onderscheidingsvermogen handig voor. Ga ik lopen omdat het een onderdeel van het proces is, of loop ik ergens voor weg? Dat zijn verschillende dingen. Ik zeg wel eens van, omdat we langs dat pad wonen, zie ik wat mensen ook aan het joggen en zo. Er is er eentje bij die loopt echt. Iedere stap klopt of zo, weet je wel. Die is gewoon aanwezig. Dus eigenlijk beweegt die niet. Die anderen die ik zie rennen, die rennen of ergens achteraan of ergens vandaan. Het is gewoon vreselijk. En je ziet het meteen. En ze doen allemaal joggen, heet het dan. Maar er is er maar eentje die echt jogt. En de rest is allemaal struggle en... Boah. Je kan nooit gezond zijn. Maar goed, dat terzijde. Als ik dan s'nachts niet slaap of echt spanning voel, dan, als ik dan vertel, dus dan helpt het mij om te gaan lezen. Maar zelfs daar heb ik een oordeel op zitten, omdat ik denk, van, ja, is het ook niet weer een trucje. Ja, maar daar moet je dus niet over nadenken. Je moet gewoon even voelen in dat moment. Ga ik nu lezen omdat dat aan de orde is of om ergens vanaf te komen? Dan weet je in 1 seconde als je die vraag stelt. Daarom ben ik zo'n voorstander van de goede vragen stellen. De goede antwoorden doen niet ter zake. Als ik de goede vraag heb, heb ik automatisch het antwoord. You know. Dat klinkt zo simpel, maar... Ja, maar dat is het ook. Altijd bij iedereen, als je zo'n soort vraag stelt, komt er een puls. Bij allemaal. De ene is wat beter getraind om het te negeren dan de ander. Ik heb hoop voor je. Maar ik heb vaak meer vertrouwen in mensen dan zij zelf. You know, trust me. Just listen. Stel de vraag en voel wat er komt. Stilte, het wordt stiller ook in mijn hoofd. Het geklets in mijn hoofd wordt minder. Als er iets gezegd wordt, kan ik dat ook makkelijker bij mezelf onderzoeken. En dan inderdaad, dan komt er iets op en ik denk, oh, hier kan ik iets aan toevoegen. En dan begint dat, oh nee, dat hoeft helemaal niet. Je hebt dat antwoord dan ook meteen al. Yes. Dan zit je dus op een ander level. Ja. En daar werkt dat proces. Ja. Niet daar dus. Nee. Yes. Ik vind het wel een lekkere stil. Good. En als het even helemaal niks is, dan ook een vogeltje eruit. Ja. Dat is een hele handige overigens om wat stilte uit te nodigen. Om gewoon eens even een minuut lang alleen maar te luisteren. En het hoeft niet eens per se vogeltjes te zijn. Anything, weet je wel. Als je luistert, dan krijg je al veel meer een sense of space.
soms makkelijker om uit je kop te zakken en tot een werkelijk zien en voelen te komen. Ja, cool. Ja, mooi. Dankjewel. Hans, ik heb het idee dat het tumult wat er bij mij op het ogenblik bezig is, dat dat iets is dat iets wil vermijden. Druk te maken zodat je daar niet bij komt. Dat kan. En waar ben je niet bij? Dat komt van de week wel. Geen idee. Oké. Het zal waarschijnlijk te maken hebben met het in plaats van constant maar het ego afbreken, bezig gaan met waar het echt om gaat. Het idee dat er daar wel iets van angst op zit of zo. Maar dat is een vermoeden. Ik probeer nu even vast te stellen of dit iets is wat je vermoedt of wat je weet. Nou, dat het angst is, weet ik wel, ja. Maar wat ermee moet en hoe dat zal gaan, dat mm-hmm. komt iedere keer op angst uit. Vaak wel, ja. Bij mij. Wat ik er toch wel een beetje vreemd aan vind, is dat waarom je dan toch weer zo'n enorm vermijdingsgedrag krijgt. Op het moment dat er weer wat staat, ik begrijp daar niets van. Gewoonte. Gewoonte. Dus mijn ervaring dat iedere keer, in ieder geval een hele lange tijd, dat er weer een confrontatie plaatsvond, dat hier dezelfde trucjes geprobeerd werden om er omheen te komen, om er mee weg te komen. Alleen de bereidheid om te gaan kijken, die werd ook steeds sterker. Dus als het ware alsof je jezelf bij de haren erbij van, ja, je kunt er wel omheen, maar dat gaat niet werken. Kom op. Maar die neiging om to duck and hide, iedere keer weer... Nee, op een gegeven moment is het wel klaar, maar dat is vrij hardnekkig, hoor. Ja. En veroordeel het niet, het is gewoon een conditionering die heel goed werkt. Weet je wel, this is not your fault. Het is alleen maar een kwestie van, je weet op een gegeven moment van, ik moet eraan. Oké, kom. Ja, kom. Hoppakee. Bakkie leeg eten. Ja, maar dan door dat hele vermijdingsgebeuren komt het ook niet. Want als het eenmaal komt, dan ga ik er wel voor, maar hij weet het dan zo te draaien dat maar, het net even niet komt. Nu overheerst de vermijdingsstrategie, hè? Dus de weerstand eigenlijk. Dus nu ligt er op je bordje weerstand. Daar moet je nu mee aan de gang en dan later komt die angst. Want daar kun je nu toch niet bij. Dus altijd wat het meest in het zicht is, eerst. En dat is heel vaak bij wat dan ook wat we zullen moeten confronteren, is er altijd eerst, of niet altijd, maar heel vaak eerst een laag weerstand. En dan moeten we niet proberen ons daardoor heen te forceren of weet ik veel wat, maar die moet eerst onderzocht en doorvoeld worden. Als die op een gegeven moment wijkt, dan komen we bij de teleurstelling, de angst, de woede, de whatever, whatever there may be. Maar weerstand is ook energie. Ook voelbaar, proefbaar, ontmoetbaar. Vaak redelijk goed zichtbaar. Ja, daarom. Dus, dan kun je best wat mee. Ja. Maar dan komt er dus de frustratie dat je het er niet uit krijgt, weet je. Ja, maar dat inderdaad gewoon daarheen gaat in plaats van... Dat is de weerstand. Frustratie hoort bij de weerstand, haast hoort bij de weerstand. Mezelf op de kop geven hoort daarbij. Dat zijn allemaal trucjes van het ego om te voorkomen dat ik een trapje dieper kom. Die horen daarbij, natuurlijk, er moet frustratie zijn. Dus van, ah ja, nou dan kan ik die aankijken. Cool. Kom maar.
Ja. Nog iets? Iemand of mag ik al weg? Is er maar één oceaan? Pardon? Is er maar één oceaan? Ga daar maar eens lekker over nadenken. Dat weet je ook alweer. Wow. Er komt bij één plaatje. Nee, ik ben nou kwijt, hè? Oh. Ja, dankjewel. Bedankt.